heb je een hele leven nodig. Er moeten gaten gemaakt worden, er moet een beetje net de grond in, het moet geplant worden, het moet gemarkeerd worden. Er is van alles en zat te doen. Dus als we met z'n allen een uur of twee, drie bezig zijn, dan is het klaar en dan gaat het uiteindelijk om. En dan hebben we over een paar jaar een geweldig park weer hier. We hebben hier nog, volgens mij zijn die blauwe druifjes, hè? Muscaris. We staan nu in Park du Nord. Dit park is de verbinding tussen Zuid en Noord, hoe klein dit dorp ook is. Het is een ontmoetingsplek voor heel veel mensen. Men komt elkaar tegen hier met de hond uitlaten. Maar ook even zitten, even een praatje maken. En dat gaat straks allemaal veel beter kunnen als het hier niet zo allemachtig waait en nat is. De overkant over een strook van 200 meter. Overdrijf ik dan? Nee. En rond het speeltuintje komen allemaal kleinere struikjes en bloemhoudende vlinderstruiken en bessenhoudende viburnums. Dat soort materiaal komt hier allemaal binnen. We hebben gezamenlijk een plan gemaakt, subsidie aangevraagd bij de provincie, hebben we ook gekregen, zodat we heel veel bollen kunnen plaatsen. Die wadi hebben we helemaal uit kunnen graven, de paden droog gemaakt. En dan is eigenlijk de kers op de taart die struiken en bomen die moeten komen. Hij vreest het los voor ons, want anders moeten we met grondboeren en de spa allemaal door die zoden heen. En dat alles kan, maar 500 keer is wel heel veel. Dus dit is fantastisch. Kijk, en dit bedoelen wij met samenwerking. Dit zijn mensen vanuit kernbeheer. En zo doet ieder wat. Dus kijk, joh. Echt super, man. Het is een hele hoop. Dus het is echt een aantal uren werk. Maar we hebben er wel gereedschap voor. Grote grondboren om gaten te boren. Het wordt niet allemaal met de hand gedaan. Maar heel veel handwerk is er wel bij nodig. Dus kinderen, allemaal welkom. Kruiwagen mee, schepje mee en overal. En meewerken. Zo'n stukje, als dat lukt. Nou, plannen zat. Maar dit eerste jaar is gewoon basis leggen. En daarvoor, 19 november, beste mensen, kom alsjeblieft helpen.